Hey, when was the last time you sat down and had dinner with your kids? Talked about what's going on in their lives. Hey, when was the last time you just stopped and helped somebody out? I bet you can't remember. Er zit weer iemand achter me. En niet zo zeuren. Ik bespaar benzine. Dag. Wat? Wat nou weer? Ja, mijn telefoon is weg. Nou, dan moet je maar beter vasthouden. Dallas. Ja, wat is er? Ga mijn telefoon even zoeken. Nou, zeg. Die ben je toch kwijt nu? Geschuld. Dat is niet waar. Wel waar. Frans, jij rijdt zo stom door die bochten. Daardoor komt het. Ach, wel nee, joh. Wel, daar komt nee. Het. Nee, ze moet gewoon die telefoon beter vasthouden. Daar heeft het niks mee te maken. Dus het... Man. Zeurderd. Niet zo zeuren. Nou zeg, noem je mij een zeurderd. Ah, nee. Nee. Piep, piep, piep. Nou zeg. Dan neem je toch gewoon de volgende afslag. Nou. Misschien kan ik er wel langs. Eens kijken. Kijk, dat wil prima. Over het fietspad, dat kan best. Nee, jongen. Ja, staan. Oh, er is bijna geen plek hier. Hoe moet dat nou? Nou, zet hem toch gewoon daar neer. Nee, dat past niet. Ja, dat kan wel. Kan je anders even uitstappen? Nou. Kijken of ik niks raak. Nee. Raak ik al iets? Nee, gaat goed. Al rijden. Zo? Ja. Nou, ik weet niet hoor. Prima. Zo? Ja. Zet hem neer. Het is klaar. Lekker broodje eet. Nog lekker broodje maken. Ja. Ron keek nog steeds nadenkend. Choppie, bewonderde hij. Het is toch reuze, hoe dan ook. Niet iedereen staat zomaar zijn spulletjes af. Nooit geweten dat jij zo'n ding bezat. Nee, waarom? Het was nogal geen kostbaar cadeau. Dat hang je niet aan de grote klok. En bovendien vond ik het eerlijk gezegd een beetje kinderachtig in het begin. Een mini-treintje, daar was ik toch echt te groot voor. Maar zoals jullie het hier opzetten, het is hetzelfde merk, zie je wel? Ook tricks. En je fantasie tot leven. In het kinderboeken, bibliotheek, paardpoes. Oeh. Kijk, och, Dallas, dit is leuk voor de puppies. Zo'n mooie felle kleurtjes. Ach, daar kunnen ze mooi mee spelen, maar... Oh, kijk, daar kunnen ze mooi opklimmen. En dan leren ze een ander soort ondergrond kennen. Dat is goed voor ze. Mooie Dallas, heb je een euro? Ja, ik heb er wel een, joh. Zo. Nou, veel plezier ermee. Ja, dankjewel. Interessante boeken, hoor. Ja, nou... Het is niet echt mijn interesse nog. Wat is dit dan? Hoeveel kost die? Nou, die is 10 euro. Nou, zeg.
Vind je dat te duur? Ja, dat is veel te duur. Hoezo? Kijk, dit boek, dat heb ik thuis. Hoeveel kost die hier? Nou, die is 10 euro al. Ja, die heb ik thuis. Je bent de kringloop voor 50 cent. Ja, nou, dan ga je maar naar de kringloop, zou ik zeggen. Wat een troep. Nou, je mag hem mee voor, laten we zeggen, 8 euro. Nee, dat gaan we niet doen. Oké, dan niet. Ben je al klaar? Of? Nee, we zijn nog niet klaar. Oh, ja. Nou. We hadden net wat gekocht. Ja hoor. Zo. Kijk, dat is ook een leuk beest. Dat is leuk. Ik Dallas, kijk. Ook leuk voor de puppies. Ze is er mooi mee spelen. Mens. Nou, wat kost dat? 10 cent. Ah, oh, nou Dallas, voor 10 cent kan ik dat toch meenemen. Nou, vooruit. Ja, hoeveel kost dit beeld? Oh jee, oh jee. Ja, die kost 2,50 euro. Oh, schitterend. Nou, dat is helemaal goed. Alsjeblieft. Kom maar mee. Jee, waar ga ik dat beeld toch ook willen kopen? Die net voor mijn neus weggehaald. Nou zeg, dit is wat. Zo goedkoop, man. Ach, nou, dan ben ik, ja, ik wou dat beeld graag. Zo goedkoop. Iemand anders heeft dat voor mijn neus weggekaapt. Zeg, bah. Wat irritant. Nog een boek voor je. Oh, ik kom zo even kijken. Nou, kijk eens. Vind je vast heel interessant. Ja, nou. Ja. Nou, hoeveel kost dat? Ja, 10 cent. Nou. Dit is een koopje. Ja, alsjeblieft. Dat andere kraampje daar, hè, dat was zo duur. Vroeger 10 euro voor zo'n boek. Ja. Dat is toch niet te geloven, hè? Ja. Ze hadden zelfs een boek, die had ik gekocht bij de kringloop, voor 50 cent. Hier, 10 euro. Ja. Dat is toch van de zotte. Ja, en ik had net iemand die net een beeld is. Kom, we gaan. Klik. Het is toch koopje, hè? Zo koopje. Ja, en dat beeld wat maar voor mijn neus weg is gekaapt, was ook zo goedkoop. Nou, heel vervelend. Hey, hadden jullie nog spullen? Ja. Dat kan ook wel achterin. Ik heb nog wat gekocht, ja. Zo. Zien jullie ook nog wat ontsmettingsspul? Nee. Nee? Nee. Ja, is echt vies hoor. Ja. Nee. Vooral de babyspul. Nee, zit er schoon uit. Gaan we er nog in? Ah. Jullie zijn ook veel te zwaar. Je komt gewoon door al dat extra gewicht. Nou, zo zwaar zijn we toch niet? Nou, dat is altijd zo. Normaal, als jullie erbij zijn, normaal gebeurt dat helemaal nooit. Ja, ja. Zullen we zo ook wat koffie gaan drinken? Een doekje ernaast. Oeh. Och. Kijk eens, Delmussen. Oh, wat een prachtige reu. Zie je dat? Oh, daar moeten we achteraan. Voor het volgende nestje. Oh, kijk, ik vind hem geweldig. Ja. Nou, ja. Dus, waar is het dan? Ja, dit is in Frankrijk. Oh, dat is wel een beetje ver weg, hè? Vind je niet? Beetje erg ver. Nou, we zullen erover nadenken. Misschien kom je iets dichterbij eens tegen. Ja, misschien wel.